Hey hallo, super leuk dat jij er bent. In deze video ga ik jou één tip geven, ik ga jou één tip geven en deze tip is bedoeld voor mensen die binnenkort een puppy krijgen of mensen die een puppy hebben tussen de 8 en 12 weken oud. Mijn naam is Robin Kleinpening en ik interview hondentrainers en dierenartsen over uiteenlopende onderwerpen op mijn website www.puppygroep.nl. Ik heb inmiddels al tientallen honderd trainers en dierenartsen geïnterviewd. En deze informatie die ik uit die interviews haal, deel ik met jou op www.puppygroep.nl. De belangrijkste informatie uit deze interviews heb ik samengevat op één pagina op mijn website puppygroep.nl. En nogmaals, deze informatie is bedoeld voor mensen die een puppy hebben tussen de 8 en 12 weken oud of wanneer jij binnenkort een puppy krijgt en je wilt je optimaal voorbereiden. We gaan nu even een kijkje nemen op mijn computer zodat ik je mijn website puppygroep.nl kan laten zien en zodat ik je ook kan laten zien wat je daar allemaal op kunt vinden en wat je daar allemaal gratis op kunt downloaden. Nou, welkom bij mijn website, we zitten dus nu op puppygroep.nl, wanneer je op deze website zit dan kun je klikken op Start hier of een vliegende stad, dat is de uh, pagina waar ik het over heb. En je zit dus nu op de puppy opvoeden pagina, waarin we dus 22 tips delen om je puppy op de best mogelijke manier op te voeden. En al deze tips die zijn dus afkomstig van uh, interviews met hondentrainers of dierenartsen. Dus je ziet hier 22 tips en elke tip is dus afkomstig van een interview met een uh, dierenarts of een uh, hondentrainer. Dus hier zie je bijvoorbeeld: nou, hoe vind je nou een goede puppycursus? Wanneer je naar deze pagina gaat, dan zie je deze tip en deze. Deze tip verwijst dan weer naar een nieuwe pagina waar je een interview vindt met um, de hondentrainer over dit onderwerp. En zo heeft eigenlijk iedere uh, tip heeft weer zijn eigen unieke pagina. Dus je vindt hier echt gewoon ontzettend veel informatie over hoe je nou je best, uh, op de best mogelijke manier je puppy kunt uh, opvoeden. Ook heb je bijvoorbeeld nou, tip 16: een lijst met noodzakelijke hondenspullen. Dus hier vind je dus een lijst met allerlei hondenspullen waarvan. Ik, van mening ben, dat je die uh, ja, moet, uh, moet aanschaffen. Ik heb hier dus namelijk een enquête voor gehouden met 160 mensen die hebben aangegeven: oké, okay, welke spullen heb je inmiddels in huis voor je puppy of je hond? Nou, en zo zijn er dus allerlei tips. Uh, die gedeeld worden op deze pagina. Dus het is zeker de moeite waard om hier even naar te kijken. En daarnaast, wat ook heel erg interessant is... is dus dat je gratis checklisten kunt downloaden. Dus je kunt heel makkelijk... kun je bijvoorbeeld de Bench Training Checklist... kun je heel makkelijk downloaden. Vul je e-mailadres in. Klik op de Download Bench Training Checklist. En je krijgt de Bench Training, krijg je direct. Ik zal de Bench Training Checklist ook heel even openen... zodat je een idee krijgt wat uh, de checklist inhoudt. Dus dit is de checklist. Dus hier zie je dus ook meteen uh, nou, de gratis... Bonus Bench training checklist. En je hebt dus gewoon een hele eenvoudige checklist, zodat je precies weet van hoe je er nou voor kunt zorgen dat je puppy uh, ja, zich prettig voelt in de bench. En zo heb je dus eigenlijk allerlei gratis uh, checklisten of schema's die je kunt downloaden. Bijvoorbeeld hier heb je puppy uitlaatschema en ook die kun je downloaden door je naam en e-mailadres achter te laten en op de download uh, puppy schema te klikken. Ook deze zal ik heel even voor het gemak heel even openen, zodat je een idee krijgt wat het precies is. Nou, hier heb je dus het puppy schema. En hier zie je dus ook. Uh, nou, hier krijg je dus een heel duidelijk beeld van oké, okay, het puppy schema. Van echt van, 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 van 7 uur s ochtends tot aan, uh, ja, tot aan, uh, tot aan uh, het slapen gaan. Hoe je daar precies mee omgaat. Die checklisten kun je dus allemaal gratis downloaden op puppygroep.nl. Dus nogmaals, ga naar www.puppygroep.nl en download de gratis checklisten en puppy schema's. Ze zijn super handig voor wanneer jij binnenkort een puppy hebt of wanneer jij een puppy hebt tussen de 8 en 12 weken oud. En dan goed om nog een keer te vertellen, alle informatie op de website puppygroep.nl is afkomstig van echte, daadwerkelijke interviews met hondentrainers die dus ook daadwerkelijk geleerd hebben voor hondengeneeskunde of hondengedragstherapie. Waardoor je ervan uit mag gaan dat alle informatie op de website ook betrouwbaar is. En daarnaast wil ik je ook nog iets anders vertellen. En dat is dat ik vier puppyboeken heb geschreven in samenwerking met 50 trainers. Ik ben super trots op het eindresultaat van de vier puppyboeken. Ze zijn erg makkelijk door te lezen. Veel mensen zeggen ook dat ze echt snel er doorheen lezen. En we gaan nu even naar mijn computer weer, zodat ik je kan laten zien hoe de puppyboeken eruit zien. Nou, we zitten nu weer op mijn computer op mijn website puppygroep.nl. En we gaan nu even een kijkje nemen naar de vier puppyboeken die ik heb geschreven. In samenwerking met 50 verschillende hondentrainers. Om naar de puppyboeken te gaan, klik je op hier op puppyboeken in het hoofdmenu. En dan vervolgens kom je op deze pagina, uh, waar je dus de vier puppyboeken ziet. Uh, nou ja, zoals je ziet, elk boek kost 9,95. Dus als je de boeken individueel zou willen aanschaffen, dan ben je dus 9,95. Uh, uh, kost het dan om een boek uh, aan te schaffen? Uh, er zijn dus vier boeken. Maar echter, wanneer je dus drie boeken bestelt, dan krijg je één boek gratis. Waarbij je dus dan niet 39,80 betaalt, maar 29,85 euro. Dus als ik heel even hierop klik, even om te laten zien hoe het er dan eruit ziet. Dus je zit hier dus naar het puppyboekenpakket... waarbij je dus de vier puppyboeken ontvangt... en waardoor je er dus eigenlijk drie bestelt... en eentje gratis krijgt. Dus Zoals je ziet hier krijg je het ultieme... puppy alleen laten handboek, krijg je gratis. En de rest, uh, ja, die, daar betaal je dan nog gewoon uh, die drie boeken voor. Dus het zijn vier uh, boeken. Ik zal je nou heel even de vier boeken uh, ja, laten zien... zodat je een idee krijgt wat het nou precies is. Het zijn digitale boeken. Nou, dit is het eerste boek... en het eerste boek gaat over de ultieme manier... om je je puppy zindelijk te maken. En het is dus uh, in samenwerking uh, met 26 hondentrainers is dit boek ontwikkeld. En het zijn dus echt concrete tips en adviezen die in het boek gegeven worden. Dus als we heel even naar de inhoudsopgave gaan. Dus je ziet hier een hele duidelijke inhoudsopgave, zodat je precies kunt zien wat er allemaal uh, in besproken wordt. Um, ja, ik zal er heel even kort doorheen bladeren. Uh, het is in ieder geval alles rondom zindelijkheid... wordt besproken in dit boek. Het is een heel, uh, ja, het is een meest uitgebreide boek wat er, wat er, wat er op de markt uh, is rondom zindelijkheid. Ik zie je ook het puppy schema... wat echt uh, heel uitvoerig besproken wordt, zodat je precies kunt zien van uh, hoe laat je nou je puppy zou moeten uitlaten. Wanneer Wanneer je nou kunt wandelen en spelen met je puppy, wanneer hij zou moeten eten en wanneer hij zou moeten slapen. alles rondom het zinnelijk maken wordt in dit boek besproken. Dan gaan we door naar het tweede boek en dat gaat over bench training en dit is uh, ontwikkeld in samenwerking met tien hondentrainers en dus dit uh, boek is echt speciaal voor mensen dus ook die net een puppy hebben aangeschaft en een bench dat ja, heel veel mensen maken gebruik van een bench. Een bench is ook zeer makkelijk zodat hij, uh, ja, zodat hij rust kan krijgen ook, hè? want een puppy die heeft gewoon nog heel veel rust nodig in het begin, uh, dus het is heel ja, van belang dat hij die rust ook krijgt, maar daarna ook wanneer je hem alleen wilt laten, uh, is het ook heel erg handig om, uh, om een bench te gebruiken zodat hij niet uh, ja, de woonkamer kan afbreken of zodat hij ook minder snel zal plassen of poepen in huis. Want een bench dat, uh, ja, voorkomt dat toch een beetje. Nou, en hier wordt dus eigenlijk alles in besproken rondom de bench. Dus hoe je er nou voor kunt zorgen dat je de bench uh, ja, op de juiste manier introduceert uh, aan de puppy. Um, en ja, dus, dus alle, vragen, alle, veel, alle, alle vragen die ik in de afgelopen tijd ontvangen heb van mensen, dus van nieuwe puppy-eigenaren, die worden behandeld in dit boek. Dus wat moet je bijvoorbeeld doen als alles echt tegen zit? Hè? Dus alles geprobeerd en nog geen succes. Nou, dit heb ik dus ook besproken met die 10 trainers en zij geven dan dus echt concrete adviezen. Gaan we even verder naar het derde boek. En dat gaat dus over het, het afleren van bijten. En dus, dit is uh, ontwikkeld in samenwerking met zeven uh, hondenexperts. En, uh, met enkel het, de focus op het afleren van bijten of het voorkomen van bijten. Nou, en hier ook weer een hele duidelijke inhoudsopgave zodat je precies kunt zien van waar je uh, ja wat je kunt verwachten. Dus je krijgt eerst inzicht in het bijtgedrag. Dus wat nou zijn er precies nou de redenen? Nou hoe kun je het nou uh, voorkomen? Uh, hoe, hoe kun je spelen met je puppy? Uh, dat rust heel erg belangrijk is. Nou dan de afleren, uh, de technieken die uh, om je puppy het bijten af te leren. Wat je moet doen als hij echt bijt. Wat je moet doen als hij in je handen heeft Voeten bijt en je meubilair. Uh, als het echt uit de hand loopt, wat je dan kunt doen, zijn er hulpmiddelen die je kunt inzetten. Dus eigenlijk kortom, alles wordt gewoon besproken rondom het afleren van bijten. Nou, dan het uh, vierde boek, en dat is het laatste boek dat ik uh, heb ontwikkeld. Dat is uh, het laatste boek wat dit jaar ook is uitgekomen. Dus het nieuwste boek is dit. En dit gaat over het alleen laten van, uh, van je puppy. Dus hoe je nou verlatingsangst voorkomt. Verlatingsangst is namelijk erg vervelend als, jou, als jij je hond namelijk niet alleen thuis kunt laten. Als zij dan bijvoorbeeld echt gaat blaffen of spullen kapot gaat maken of wat dan ook. Dus het is echt van belang dat je puppy leert om alleen te kunnen zijn. En dat bespreken we dus echt in dit boek. Dus hoe je er nou voor kunt zorgen. Dat jouw puppy op een rustige en fijne manier alleen thuis kan blijven. En hierin bespreken we dus echt alles tot aan, uh, nou ja, de, de inzichten inzicht in verlatingsangst. Dus wat nou, wat dat nou precies is, hoe je dat nou kunt voorkomen en hoe zo dat zich dat nou ontwikkelt. Nou, we bespreken de bench bespreken we nogmaals. Hè? Dus hoe je daar nou mee omgaat met de eerste dagen, nachten en weken rondom het alleen laten van je puppy. Dus hoe kun je dat nou op een rustige manier opbouwen? Nou, we bespreken uh, alleen laten tips en tricks. Dus hoe, wat zijn nou precies goede technieken die je kunt toepassen um, en vervolgens handig om te weten Nou denk aan medicijngebruik, uh, moet je dat uh, inzetten, de ja of de nee uh, zijn er alternatieve geneesmiddelen uh, nou, zo bespreken we nog allerlei tips rondom het alleen laten van je puppy dus hier zie je ook dat het, uh, het alleen laten uh, leren proces en technieken. Dus dat het echt heel uitvoerig besproken wordt van echt van acht weken oud tot aan 35 weken oud. Waarbij je dus echt elke stap wat, uh, ja, wat uitgebreid wordt toegelicht. Dus je hebt hier de eerste stap tot aan de zesde stap om je puppy alleen te leren zijn. Nou en dat bespreken we heel uitvoerig in dit vierde boek van puppygroep.nl. Zoals ik net heb aangegeven, alle vier boeken zijn ontwikkeld in samenwerking met 50 uh, hondentrainers in totaal. En op deze manier heb je dus echt een heel goed uh, basisinformatiepakket om je puppy op de juiste manier op te voeden. Want al deze vier onderwerpen, dus het zindelijk maken, benchtraining, het afleren van bijten en het alleen laten van je puppy, daar kom je gegarandeerd mee in aanraking. Dus je kunt, je kunt niet voorkomen dat je hier niet mee in aanraking komt. Dus je hebt bijvoorbeeld een probleem, kan zijn dat je hond bijvoorbeeld uh, blaft, hè. Dat, uh, dat kan zijn, dus dat je je hond probeert uh, blaffen af te leren. Maar het wil niet per se zeggen dat jouw hond ook daadwerkelijk gaat blaffen. Maar deze vier onderwerpen, dus het zinnelijk maken, het uh, uh, bench training en het afleren van bijten en het alleen laten van je hond, daar kom je gegarandeerd mee in aanraking. Dus waardoor het ook uh, ja, uh, ja, naar mijn idee van echt groot belang is dat je deze informatie goed in je opneemt, zodat je echt goed van start kan gaan wanneer je dus je puppy in huis hebt. Dus nogmaals, deze uh, vier boeken zijn echt bedoeld voor mensen die binnenkort een puppy krijgen. Of die een puppy hebben tussen de 8 en 12 weken oud. Dus als je dit echt goed wilt oppakken, dan is het verstandigste om echt uh, te beginnen. Wanneer je, ja, eigenlijk het mooiste is natuurlijk, wanneer je de puppy nog niet hebt. Zodat je echt optimaal kan voorbereiden. Maar mocht je de puppy net hebben, dan kun je natuurlijk ook nog heel. Goed, deze vier boeken uh, in huis nemen. Uh, en uh, even goed om te weten: het zijn dus vier boeken. Het zijn digitale boeken die je dus kunt bekijken op uh, je laptop, zoals ik het hier doe. Dus je kunt heel makkelijk kun je in- en uitzoomen, en uh, op die manier dus ook heel. Heel makkelijk de tekst lezen op de verschillende pagina's. Maar je kunt ze ook heel makkelijk openen op je tablet of op je mobiele telefoon. Dus op je mobiele telefoon kun je ook heel makkelijk um, dit doorlezen. En het is ook heel fijn om uh, ja, dit op deze manier door te lezen. Je kunt het natuurlijk ook nog uitprinten. Dat zijn ook heel veel mensen die dat doen. Dus die uh, de boeken uitprinten en op die manier uh, de boeken uh, doorlezen. Dus dat kan natuurlijk ook nog. Nou, dit was de welkomstvideo voor jou. Ik hoop dat je veel. Opsteekt van de informatie die ik je nou zo hier heb verteld. Het is in ieder geval mijn doel om jou te helpen om jouw puppy op de zo best mogelijke manier op te voeden. Heb jij nog vragen voor mij of heb jij een vraag over de website of, of iets anders? Kun je mij een mail sturen naar info@puppygroep.nl. Wellicht spreken we elkaar binnenkort. Doei doei!